Ik heb lekker geslapen. Maar nu eerst een lekkere boterham met pindakaas. En dan zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Bert Wasbeer. Dit is het woud Wintergroen. Vredig, rustig en sereen. Totdat Bert Wasbeer wakker wordt. Gelukkig maar dat zijn vrienden altijd voor hem klaarstaan. Het leven voor de wasbeertjes zou er een stuk makkelijker zijn zonder Cyril Snow. En Cyril's leven zou een stuk makkelijker zijn zonder de raccoons. De wasbeertjes en een lastig geval. Soms roept onze eigen fantasie zulke levensechte spoken en geesten op dat we echt in ze geloven. En dan komt het wel eens voor dat we ons verstoppen voor iets dat er niet eens echt is. Houd toch op, Bert. Waarom moet je zo nodig spookverhalen vertellen als we vannacht alleen in het clubhuis gaan slapen? 'S nachts, in het donker, alleen. Jij gelooft toch niet in spoken, Cedric? En toen, vlak voor de zonsopgang, kwamen de spoken voor de laatste 3 keren langs. In het dorp hoorden de mensen de ketens rammelen en de bloedstollende kreten. Ah, de witte waswijven komen! Help, help, help! Kijk Bert, het is maar een tak. Huh? Oh ja. Oh, kom op. Ah, daar zijn we, Cedric. Cedric, daar is iemand binnen. Of iets. Broer. Dat zal tegen een spook niet veel uitmaken, Bert. Broer, ik red je. Zo. Maak het licht aan, Cedric. Huh? Bentley? Bert? Computers! Wat een onzin! Hoe heb ik jullie zoiets kunnen laten kopen? Maar baas, een modern bedrijf kan niet zonder computers. Ze doen de boekhouding, ze kunnen helpen bij de besluitvorming, je marktaandeel voorspellen, je kredieten bijhouden. Oh, ze doen haast alles. En ze vergissen zich echt bijna nooit. Wat dat betreft zou het een hele vooruitgang zijn, hangbuikzwijnen. Schiet op dan, laat dat ding werken, pronto! Bentley, wil je chocola op je wafels? Ach, maakt me niet uit. Ik geloof dat het je allemaal niets meer kan schelen, hè, Bentley? Hè, als jij nou ook nog begint. Daarom ben ik weggelopen. Mijn ouders zeuren altijd en mijn leraren en de rector. Je ouders zijn vast erg ongerust. Waarom bel je ze niet gewoon op? Waarom zou je weglopen als je daarna je ouders moet bellen? Ze hoeven niet te weten waar ik zit. Niemand moet dat weten. En zeker oom Ralph en tante Melissa niet. Beloofd? Nou, Bentley, ik weet het niet. Beloof het! Oh, oké. Ik zeg niks. Beloofd. Ah! Wafels dicht! Zo, de PC staat geïnterfaced met de serial port. Wat jammer. Is dat te verhelpen? Ik bedoel dat hij het weer doet. Wat voor taal spreek je dan? Er staat zo'n ding in elke kamer, baas. En die zijn verbonden met een moedercomputer. Alles in huis kan met elke terminal bediend worden. De elektriciteit, alarmsysteem, tuinsproeiers ook. Baas, let op. Computer,
Zet het alarm aan. Staat aan. Indrukwekkend. Niet om. Computer, schakel alarm uit. Hé, hey, dat is verrekte geinig. Dat ding heeft mogelijkheden. En nu weer aan het werk. Ik wil die goudinventaris op mijn bureau. Morgen. Ja, baas. De computer heeft die inventaris al lang gemaakt. Dus wij hebben een vrije middag. Eens kijken wat Bentley leuk zal vinden. Ah, plantkunde. Niet slecht. Ah, wonderen der chemie. Ah, die ook maar. Hi Bert, wat heb je daar? Huh? Oh, nou ja, dat zijn een paar kleine dingetjes. De voorraad in het clubhuis. Slank nogal, weet je. Vergeet niet dat je je verhaal voor het weekblad nog vandaag helemaal af moet maken. En dat is zo goed als af, Ralf. Hoe staat het met Bentley, Cedric? Hij wil beslist niet terug, Bert. Nou, geen paniek. We krijgen hem wel weer thuis. Je moet die kinderen gewoon goed aanpakken. Strengheid en begrip. Meer heb je niet nodig. Kijk eens hier, Bentley. Daar ben je wel even zoet mee. En ik heb wat leuke boeken voor je meegebracht. Oh, dank je, Bert. Dat is echt heel aardig. Hogere wiskunde. Oh, jij hebt met mijn ouders gepraat. Zij hebben het je verteld. En je had me nog zo beloofd. Hé, hey, waar heb je het allemaal over, Bentley? Nou, hoe wist je dat dan van die wiskunde? Je wilt dat ik me schuldig ga voelen. Waar heb je het over? Of hé, hey, had jij soms een onvoldoende voor wiskunde? Alsof je dat niet weet. Ik kon de schoolcomputer makkelijk raken. Nou, dan heb ik mezelf een hoger cijfer gegeven. Ik wou de beste zijn, dus ik heb geknoeid. Nou en? Nou weet je waarom ik weggelopen ben. Ik ben een bedrieger. En het maakt me niks uit. Oh, dit is pas leven. Nou, de buitenkant wordt lekker bruin. Hoe hebben we het ooit gered zonder computer? Geen idee. Waar zou de baas zitten? Computer, waar is de baas? Als je voor het dubbeltje geworden bent, ben je voor je 40ste een gulden. De baas kan ons niet eens meer verrassen. Het is bijna perfect, er ontbreekt alleen nog loonsverhoging. Maar ook dat is te regelen. Oh, Bonkie, wat spannend toch, al die ideetjes van jou. Help eens mee afwassen, Bentley. Hou toch op. Als ik geen zin heb, doe ik ook niks. Oké, zo is het wel genoeg geweest. Grote, stoere jongen. Sst, hij kan je horen. Zo een heeft niemand nodig. Maak de grote fout, loopt ervoor weg en is gewoon een bange scheiter. Bert, weet je nog, begripvol Dit zijn. Dit moet iemand zeggen. Dus jij wilt de wijde wereld in, Bentley. Geen huis, geen familie, geen vrienden. Je wilt leven als een vluchteling. Klopt dat? Dat klopt. Een vluchteling. Met de kans dat de eerste de beste je nawijst en zegt... Dat is dat ventje dat graag met cijfers knooit. Mooi leven, hoor. Wil je dat zo graag? Wil je zo toekomst? Misschien. Misschien ook niet. Wat moet ik anders? Nou... Je zou kunnen beginnen met helpen afwassen. En daarna zien we wel verder, oké? Oké, Bert. Bert, we zijn je overal aan het zoeken. Waar is dat verhaal? Bentley, wat doe jij hier? Prachtig. En jij had beloofd niks te zeggen. Dank je, Bert. Oh, niemand is te vertrouwen. Bentley, wacht. Bentley. Wat gebeurt hier allemaal? Oké, Bentley. Ik heb je ouders gesproken en ze waren erg ongerust.
Ze vinden het goed als je hier een tijdje blijft. Ik vertelde dat je het goed maakte, maar ze horen het toch graag van jezelf. Ze kunnen beter nooit meer iets van me horen. Wat een vreselijke opmerking, Bentley. Ik ga een eindje wandelen. Dan loop ik wel met je mee, makker. Ik ga liever alleen, Bert. Ook goed. Ik heb je bijna op het goede spoor. Bert, de hulpverlener. Place to call my own. Feel the darkness fall around me. The sun all alone. Every night I ask the question, why does it have to be this way? Rehearse the scene a thousand times. I wanna hear you say, come on home where the love is waiting. Come on home, our love's still strong. In de files van de lonen. Nou, alleen even veranderen en we hebben een opslag. Onze allereerste opslag. Oh, ik kan haast niet wachten. Wat heerlijk als je je basic beheerst. Ja. En de baas komt er nooit achter. Waarachter, zwakzinnig zwijn? Oh, nee. Haast. Attentie, attentie, het systeem wordt aangevallen. Zelfverdediging geactiveerd, dit huis is verzegeld. Vernietig indringers, vernietig indringers. Kijk nou toch eens, stelletje krakkemikkige kaantjes. Die floppy staat te flippen. Vernietig indringers. En slaat dat op, er zijn helemaal geen indringers. Oh, de computer is op hol geslagen. Ah! Indringeralarm, indringeralarm. Meneer Cedric, oh, doe iets. De computer is onwel. Cedric, deze mottige chipsfabriek houdt ons vast. Haal ons eruit. Pap? Klaar is Kees. Een prachtverhaal over meester Mammoet. Uit de pen van Bert Wasbeer. Bijgestaan door de dansende vinger van Bentley Wasbeer. Ralf zal ervan opkijken. Bert, Bentley, kom mee. Het is pa. Er is iets mis met zijn computer. Hij zit vast in het huis. Wat? Heerlijk. Gevangen in mijn eigen huis. Door de computer nog wel. Ze doen haast alles, zeiden jullie. Ze vergissen zich nooit, zeiden jullie. Een heel klein kortsluitingje, baas. Ik zal jullie eens heel kort sluiten, computerspecialisten. Of moet ik jullie eens herprogrammeren? Ga onmiddellijk nu hulp bellen. Hallo? Oh jee, is daar iemand? Oh, we hebben hulp nodig. Pronto. Pronto! Zelfverdediging nog steeds geactiveerd. Communicatie afgekapt. Vind en vernietig indringers. Ik geloof dat hij nog steeds boos is, baas. Niks aan te doen, baas. De computer beheerst het hele huis. Je kunt er niet in en je kunt er niet uit. Vind indringers. Vind indringers.
ik kan die computer wel uitkrijgen. Maar dan moet ik eerst het systeem binnen zien te komen. Hé, hey, met die telefoon moet het lukken. Nou, vooruit dan, mannen. Wat verschrikkelijk laf is dit. Mijn eigen kelder uitkruipen. Laat mij wel even voorop gaan, ja? Lieve kostelijke koteletten. Laat die hockeyspullen toch niet altijd aan de trap slingeren. Indringers opgespoord, indringers opgespoord. Vriendjes. Wat? Oh nee! Help! 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 Ja! We zijn er. Maar mijn mooie trui heeft het niet overleefd. Oké, ik zit in het programma. Eens kijken of je vader ergens een beeld te krijgen is. Pap! Pap! Oh nee! Dat is dan één geheugen weg. Schiet op, Bentley! Jullie begrijpen natuurlijk wel dat er nou nooit meer een loonsverhoging in zit. Kan ik nou inkomen, baas? Ja, Bentley! Het is gelukt! Oh. Pap! Ben ik even blij jou te zien? Wat is er gebeurd? Bentley heeft je computer gekraakt en alles uitgeschakeld. Goed, hè? Goed, goed. Het is briljant. Bentley, jongen, jij hebt talent. Ja, hij is een tovenaar met computers, pap. Hij is één van de beste. Dat lijkt mij ook, ja. Bentley, zo gauw je van school af bent, moet je bij mij komen werken. Wat heeft hij nou opeens? School ligt een beetje gevoelig voor hem. Ik vertel het nog wel een keer, pap. Geef het toe, Bert. Het wordt te vol hier. Er is gewoon geen ruimte over. Ja, dat is zo. En dan moet iemand plaatsmaken. Afgesproken. Die vliegt er dus uit. Geef niets, Bert. Het is een prima verhaal. Er is gewoon geen ruimte over. Beste Bert, ik hoorde je met Ralf en Melissa praten. En het is waar. Ik begrijp wel dat jullie me hier weg willen. Dus ik ga maar van tussen. Dan loop ik niet zo in de weg. Tot ziens dan maar. Misschien Bentley. Oh nee, arme Bentley. Hoe komt hij er nou bij dat we hem weg wilden hebben? Als we ons verspreiden hebben we meer kans dat we hem vinden. Wat krijgen we nou weer? Maandag, wasbeerdag? Leg ik je nog wel eens uit, pap. Bentley! 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 Ik dacht wel dat je hier was. Moet je ergens heen? Huh? Oh, gewoon weg, meneer Snow. Ik begrijp het. Je loopt weg vanwege die rotzooi op school. Hoe weet u dat? Doet er niet toe. Waar het om gaat, je loopt alleen maar van jezelf weg. En dat haalt niks uit. Want waar je ook heen gaat, je neemt jezelf altijd mee. Ik heb eens een jongen gekend waarover ik je wil vertellen. Hij liep ook weg. Hij dacht dat hij het wel alleen kon. Zonder vrienden of ouders. Zonder huis. En raai eens wat. Ja, ja, ik begrijp het al. Uiteindelijk werd hij arm en alleen, oké? Fout! Hij is miljonair. Maar voor het zover was, verspeelde hij heel wat treurige jaren. En hoe leuk geld ook kan zijn, die jaren koopt hij er nooit meer voor terug. Begrijp je het een beetje? Ja, een beetje. Misschien vind je het heel wat van jezelf dat je wegloopt. Maar geloof me, je eigen fout aanvaarden is veel dapperder. Ga terug, want nu kan het nog.
Doe niet zoals die jongen van het verhaaltje. Was u die jongen, meneer Snauw? Ja, met Snauw. Ja, die staat naast me. Had ik beloofd, hè. Hallo? Mam? Pap? Alles goed. En jullie? Ja, het spijt me heel erg. Ik hou ook van jullie. Geen spoor van Bentley te bekennen. Bentley, alles oké? Oké? Het kon niet beter. Ik heb paps en mams gesproken. Alles komt weer goed. We gaan alles oplossen. Ik haal nog even wat spulletjes die hier nog liggen. En dan ga ik naar huis. Maar Cyril, hey, hoe heb je dat, wat heb je met hem gedaan? Laten we het erop houden dat ik ook een ouder ben, hè? En ouders moeten elkaar bijstaan, niet? Kom op, jongen. Schiet eens een beetje op. Het is nog een eind rijden naar je huis. Nou breekt mijn klomp. Tot ziens en wel bedankt. We lopen allemaal wel eens weg voor onze problemen. Maar als we ze gewoon zouden accepteren, konden we ze vast ook oplossen. Met wat tijd, wat moed en wat goede vrienden. Hey, moet je horen. Bentley heeft een maand huisarrest en hij moet de rest van het jaar op school nablijven. Hallo? Oh. Maar het maakt hem allemaal niks uit. Hij schrijft dat alles beter is dan een leven van een vluchteling. En hij schrijft ook nog, zeg tegen meneer Snauw dat alles oké is. Hij wil niet hetzelfde zijn als dat jongetje uit het verhaal.